Zaterdag 10 december ging in de Dolzijnkazerne in Mechelen de No Hate-campagne van start. Dit is een campagne vanuit het kenniscentrum Mediawijsheid rond haatspraak, online en offline. Ik denk dat het zeer belangrijk is om de jongeren te laten weten wat de norm is in de samenleving. En ook te laten leren hoe ze daarmee kunnen omgaan. De kracht van deze campagne ligt op twee vlakken. Enerzijds dat er een centraal platform nohate.be gecreëerd wordt, waar alle informatie op terug te vinden is. Sensibilisering, vorming, hoe moet je haat bestrijden. Maar de tweede kracht, de belangrijkste kracht, ligt waarschijnlijk bij het feit dat er heel veel verenigingen aan deelnemen. Van Twitter, we zijn ook in overleg met Facebook. Een grote uitdaging van de campagne is dat haatspraak iets heel abstract is voor vele mensen. Daarom is het vaak moeilijk om te zien wanneer eigenlijk succes geboekt wordt. Ik denk dat het resultaat van campagne geslaagd is als wij allemaal bewuster van zijn dat er een scheidingslijn is tussen meningsuiting en haatboodschappen. Wel, ik heb vandaag geleerd dat er toch wel enkele honderden serieuze klachten zijn per jaar. Die nemen nog altijd toe. Enkele leiden zelfs tot gerechtelijke afhandeling. Dus we moeten heel duidelijk zijn, dit is een serieuze zaak. We kunnen dit niet toelaten. En ik denk dat de campagne kan geslaagd zijn over jaren heen, daar moeten we ook ons geen illusie over maken, wanneer het aantal klachten duidelijk substantieel afneemt. Bezoek www.nohate.be voor meer informatie over de campagne en de betrokken organisaties.